Yo mensen, what up? Lars hier. En vandaag weer een nieuwe video. En het is weer een nieuwe video van de Armory. En we gaan het hebben over mijn pracht en praal. De Polestar. Mijn M4-based platform Polestar. En wat jullie hier voor mij zien, is eigenlijk net helemaal klaar. Nou ja, helemaal klaar. Ik wil alleen eigenlijk nog een paintjob doen. Dat is het enige wat ik hier nog aan wil veranderen. Maar voor de rest is die helemaal klaar. En ja, laten we maar gewoon vanaf het begin beginnen. Dus dit is mijn kortere versie. Dit is een 9,5 inch rail met een 30 centimeter suppressor erboven of de raamkwast. En hier voor mij heb ik nog een 12 inch rail met een extensie eraan en daaraan nog eens een 17 centimeter suppressor. Laten we even helemaal in de basics gaan van wat een Polestar nou is. Een Polestar is dus eigenlijk heel erg simpel. In plaats van dat het alleen op een batterij werkt, wat een veer een piston naar voren duwt en daardoor de lucht uit de barrel perst en dus zo de BB laat vliegen, is mijn wapen is verbonden door een kabel, door een, ja, hoe noem je dit, ja, een slang, gaat naar een air tank, heb ik achter op mijn rug zitten en gaat dus direct op luchtdruk. Dus dat is het grootste verschil. Het betekent dus ook dat er geen moving parts zijn. In een normale gearbox heb je allemaal gears en veren en weet ik het allemaal wat zitten. En heel veel moving parts. Dit is als je de trekker overhaalt, gaat een valve open, komt lucht uit en laat de BB vliegen. Nou, dit wapen is begonnen als een ARG. Zou ik nu een video, een plaatje van laten zien van wat het eerst was. Het was een duur wapen, het was $1400 toen ik hem kocht. De gearbox heb ik nog, waren wel problemen omdat hij 410 fps consistent schoot. Met een fire rate van 30 of 35 BB's per seconde, wat heel snel is. En het wapen moest dus zachter gaan schieten, want in Nederland mag je maximaal 360 fps schieten. Dus ik moest een andere veer erin doen, wat zorgde voor overspin. Dus in plaats van dat ik 1 BB schoot op singles, schoot ik er opeens 3. Kan er niet zo heel erg veel aan doen. Dus ik heb hem weer in zijn oude staat, heb ik weer de nieuwe veer, of de oude veer heb ik erin gedaan. En probeer ik nou die gearbox te verkopen of in een ander wapen uiteindelijk te doen. Dus er is nog over na te denken. Maar hier heb ik dus een Polestar van gemaakt. Nou, een Polestar is duur. Ze gaan ongeveer tussen de 450 tot 480 volgens mij. Dollar is dat. Dus het is duur. Mijn ervaring met de Polestar zijn gewoon geweldig. De lijn dat je die nou extra hebt zitten, ja, weet je, daar doe je niet zo heel erg veel aan. Je zou hem ook nog een fles, zoals bij een paintballwapen, ook echt hier zo, in plaats van deze stok, zou je dus een fles hier zo, een klein fles hier kunnen hebben. Alsof het een soort van paintballwapen is, zeg maar. Maar dan heb je lang niet zoveel schoten als dat ik een hele fles achter in mijn rugzak heb zitten. Dus, ja. Dat is het enige nadeel wat ik eigenlijk zo'n beetje kan zeggen, is dat je en een batterij, een heel kleintje, moet hebben en een fles. Dus de resources om een airsoft wapen te laten schieten zoals het hoort, is iets meer bij een Polestar of een HPA setup dan een normale AEG. Wat dan wel weer een voordeel is aan een Polestar of een HPA wapen, is dat het heel consistent schiet. Dus de FPS verschillen bij een ARG zijn volgens mij iets van 5 tot 10 FPS tussen elk schot, zeg maar. En bij mijn Polestar is die zo afgewerkt dat die ongeveer tussen de 1 à 2 FPS verschil heeft per schot. Wat dus echt, nou ja, heel erg consistent is. Daarnaast kan je bij een Polestar heb je een klein computertje. Dat zien jullie hier zo zitten. Dat is dit kleine dingetje. Hiermee kan ik alles instellen. Van de fire rate, kan ik opkrikken tot zo'n 60, 70 rounds per seconde. Dus dat betekent dat ik dit magazijn binnen
ongeveer 2,5 seconden, waar er bijna, hier zitten er 190 bibis kunnen hierin, kan ik dus binnen 2,5 seconden kan ik leeg schieten. Wat kan ik hiernaast nog doen? Ik kan hem, zoals jullie kunnen zien, heb ik hier dus ook nog een andere upper. Dus ik kan hier een DMR ook nog van maken. Ik kan het switchen tussen dat hij alleen single kan schieten. Of dat hij single en auto 3 round burst. Ik kan instellen hoeveel round burst hij dus ook heeft. Dus als ik hem op full auto zou zetten. En ik zou hem niet full auto laten schieten. Maar een burst, dan zou ik instellen dat hij tot een 9 burst kan schieten. Wat dus eigenlijk best wel heel erg vet is eigenlijk als je erover nadenkt. Daarnaast. Wat is nog meer heel erg chill van een Polestar consistency. Weinig moving parts. Er is gewoon bijna geen onderhoud aan. Dus aan de gearbox zelf hoef je eigenlijk helemaal niks te veranderen. Het is natuurlijk wel wat duurder dan een normale ARG, maar ja, daar hou je dan ook wel weer de consistency uit. Dus een beetje de basis over een Polestar dus, of een HPA setup. Verder over de gun. Even vertellen wat er hier allemaal op zit op deze configuratie ervan. We hebben hier een PTS UBR stok. Dit is niet de echte, dit is een PTS licensed. De echte Maple UBR stok die is bijna niet te krijgen aangezien die niet uit Amerika verscheept mag worden. En in Europa is die bijna niet te krijgen. Dus dit is de PTS licensed one. $180. Als ik het goed heb, $170 zoiets. Dan de basis van het wapen, de upper en lower receiver, zijn van Umbrella Armory, zijn custom gemaakt. Ook gewoon goed. Daarnaast, als jullie dit hier zo kunnen zien, zie je dat ik een rode trigger heb en een rode fire selector, wat best wel cool is. Wat heb ik nog meer? Ik heb 2 flip-up sights op mijn wapen zitten. Die zijn van, ik weet het eigenlijk niet, Evike zelf volgens mij. Dan heb ik een Trichicon SRS scope erop zitten. Dus een replica, de echte, die zijn meer dan $1000. En dan heb ik hier een Pack 15 battery box zitten. Dat is $15 ding. Het ziet er gewoon cool uit en je kan hier batterijen in doen als je dat wil. Dan vervolgens het railsysteem. Is een PTS Centurion 9,5 inch rail. Met een Angel Custom. Een hex patroon. Suppressor zit erop. En er zitten hele coole railcovers op. En de normale railcovers. Die zijn een beetje saai. Dit heeft tenminste een beetje een vorm erin zitten. Ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen zien. Ook iets cools aan de SRS. Ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien. Maar de scope heeft een beetje een soort van oranje kleur eraan zitten. Wat best wel dope is. Dan heb ik een Madbull Outer Barrel. 9,5 inch. Dus daar gaat de suppressor perfect op. En dan heb ik een Madbull RVG grip heet het volgens mij. Het is chill voor zo'n iets korter wapen om iets vast te houden, zeg maar, waarmee je ook makkelijk de corners om kan, zeg maar, in plaats van dat je hem helemaal heel raar met een C-clamp vast moet houden. Dus dat is dat. Dan ga ik even switchen. Nee, natuurlijk niet. De internals natuurlijk. We hebben bij elk wapen dat ik heb, zie je een blauw stukje, een Prowin hop-up met een Prometheus Purple Bucking en een Mazu Fire Firefly flat hub knob. En al mijn barrels die zijn argeld door Umbrella. Dat zijn dus ook Prometheus barrels die erin zitten. Dus dit is de configuratie die ik op deze heb zitten. Dan ga ik even switchen snel naar mijn DMR stijl setup. Zoals jullie kunnen zien ben ik nu geswitcht naar mijn DMR setup. En als je het een beetje met elkaar gaat vergelijken, wat het lengteverschil ongeveer is,
dan is het bijna zeg maar de hele suppressor die erbij zit. Waarom heb ik die suppressor dan op zitten? Dat komt. Ik zal even de silencer eraf draaien. Dit is trouwens een tracer unit wat erop zit. Dus ik kan glow in the dark BB's gebruiken. Maar dat komt omdat mijn barrel dus langer is dan mijn outer barrel. En vandaar dat ik een suppressor erop heb zitten. Die suppressor is dus wat ik al zei. Is een tracer unit. Dat betekent dat ik glow in the dark BB's heb. Kan ik de tracer unit aanzetten. En dan zijn het dus net zoals tracer rounds. Die je dus ook echt bij nou ja, echte kogels hebt. Kan je je BB's lichtgevend kan je dus schieten. Wat best wel vet is. Dus wat is hierop? Dit is een GMP Mods. 12,5 inch rail. 12,5 inch outer barrel. Met een 2 inch extensie. En een G&G tracer unit. Dan heb ik hier een G&G. 2,5 bij 10 keer volgens mij. Even kijken hoor. Ja, 2,5 bij 10 keer scope. Met daarop een matrix, mini red dot sight. En eigenlijk is dat de upper. Dan vervolgens heb ik, zien jullie hier ook weer de rode of de blauwe hop-up unit zitten. Dus er is ook weer een pro in. Hierin zit dus een 470 mm, 47 centimeter barrel. Ook gearhopt met dezelfde Namazu Firefly Flat Hop Nap en Prometheus Purple Backing. Twee GMP rail covers. Is hetzelfde dat Snakeskin, of weet ik vooral hoe je dat noemt, rail covers. Alleen deze zijn dus gewoon rechthoekig. En daaronder heb ik een MacPool Angled Forkrip. En eigenlijk is er niet zo heel erg veel veranderd. Ja. Het is langer, meer accuracy. En als ik deze setup dus gebruik, dan zet ik hem op semi-only. Dus ook als ik hem op full auto zet, kan hij alleen maar semi schieten. En mag ik dus in plaats van 360 fps, mag ik 450 fps. Wat een improvement maakt op mijn range. Ik schiet met deze, met de kortere upper. Zit ik ongeveer zo'n 70 meter. De groupings die zijn dus ook iets groter zeg maar dan deze hier. Maar kan ik tot ongeveer zo'n 85 meter schieten. Dan uiteindelijk heb je ook wel een grotere grouping. Alleen veel beter in ieder geval dan deze. Ik weet niet eens of ik hiermee de 80 kan halen überhaupt. Ik weet dat ik de 70 daarmee kan halen. En ik weet dat ik hier de 85 mee kan halen. Aangezien ik dus ook in de allereerste gameplay video een schot maakte van ongeveer zo'n 82, 83 meter. Wat best wel insane is voor een DMR, zou ik zeggen. Mijn aankomende sniper dat ik heb, dat zou ongeveer tussen de 90 en 110 meter moeten kunnen schieten met gemak. Maar dat komt later allemaal dus wel. Dus dit is mijn DMR setup. En het enige wat ik hier dan nog op zou doen, op beide wapens, is mijn scopecam camera. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Ja, ik weet niet of ik er nog meer over kan zeggen. Als ik mensen zou moeten aanraden wat voor wapens ze zouden moeten kopen, zou ik zeggen een Polestar, omdat het gewoon zo versatile is in wat je ermee kan doen. Je kan dus allemaal verschillende uppers kopen zonder dat je een heel nieuw systeem moet kopen, wat heel erg uiteindelijk in de long run geld gaat besparen. En zo'n hele upper kopen is niet eens zo heel erg duur. Behalve dat de barrel en het railsysteem, maar voor de rest is het eigenlijk helemaal niet zo heel erg duur. En je kan dus ook niet, volgens mij, als je een ARG hebt, kan je dus niet zomaar even een andere upper erop schrijven. En dan zou je met een MOSFET moeten kloten en zo. Maar dit is letterlijk één setting veranderen. De shoot position 2, dat is dus de full auto positie. Naar 1 of naar 0. 0 betekent al full auto. 1 betekent dat hij alleen maar semi kan schieten. En je bent klaar. Dus zo makkelijk is het. Dit was het omdraaien. Was 1 minuut werk en ik ben klaar. En ik kan gewoon 450 fps schieten.
En vooral als mijn zijnde van, ik ben niet heel erg technisch met mijn wapens, zeg maar. Ik hou er niet van om zelf ermee bezig te zijn, behalve de externals ervan. Is een poster eigenlijk wel gewoon heel handig, omdat het gewoon geen onderhoud vereist van je. En ja, daarom vind ik het eigenlijk een perfect systeem. Ik heb dus in deze heb ik een Polarstar zitten. In mijn LMG komt een Polarstar te zitten die hopelijk bijna klaar is. En dan heb ik in mijn sniper die er binnenkort aan komt, zit een Wolverine. Dat is dus ook een HPA systeem. Dus ik ben een groot fan ervan en ik zou het eigenlijk op elk wapen dat ik zou hebben. Dus ook op de Scorpion. Ik hoop dat ik dat ding daar los van kan kopen. Hoop ik dat dat in kan. Een groot fan van de HPA, dus als je er vragen over hebt of weet ik veel wat, stel ze gewoon en ik hoop dat ik ze kan beantwoorden. Vergeet niet te abonneren, te liken op deze video en ik zie jullie dus bij een volgende gameplay video van deze upper. Gameplay daarmee. Dus ik zie jullie bij de volgende video.